Yo mensen, welkom terug bij deze nieuwe gloednieuwe video. Ja, het is wel een video. Ja, geen vlog. Anders zaten we te livestreamen. Ja, oké, dat is waar. Maar in ieder geval jongens, we zijn hier bij een nieuwe 17 feiten. Nou, de stille momenten gaan we gewoon even uitknippen. Ja, zeker. Dus en als we mompelen, dan knippen we het er ook uit. Maar we gaan dus nu beginnen met de teamfight. Maar even jongens, wat vinden jullie eigenlijk van de intro? En trouwens, wat hier in de beeld staat op sommige momenten, dat komt omdat we de proefversie van Movie Editor hebben. Vandaag hebben we dus de teamfighten en die gaan we nu dus weer doen. In principe de 17 feiten. Oh ja. Ja, we hebben in principe nu 17 feiten omdat het er stond en Oké, nou, dus zo, eigenlijk dan gewoon zo, nummer 1, 2, 3, dan gewoon 1. Ja, nee, geval. Maar, nummer 1 ja, is... nummer 1. Rubik's Cubus heeft ruim 43 triljoen mogelijke posities. Ja, hoe dan? Ja, dat hebben ze misschien zo gebouwd of zo. Ja, van die kubus, ik snap geen ene kleur veel van. Want als ik aan zo'n kubus zit, dan kan ik al die kleurtjes, kan ik mij aan ergeren. Omdat ik ze niet bij elkaar kan krijgen. Hij zit gewoon te eten. Ja, nee, ik heb honger. Maar in ieder geval... Laat het duidelijk. Het is nu... Het is gewoon 1 over 12 en we nemen het op. En mijn ma is daar, snap je? En ik moet daar nog editen. Oké. Oké, nou, nu dan. Nummer 2. Helemaal, die mag jij doen. Nou, dit vond ik het raarste feit die ik heb opgezocht. Als het enige vrouwtje binnen een groep clownvissen overlijdt, verandert het grootste mannetje in een vrouw. Maar als nou de mannetje doodgaat, hè, wordt het dan een vrouwtje? Weet niet, ja. Lijkt me grappig, ik zou het vond. Nou, meiden, we gaan even een theekransje houden en... Ja, verdacht. Oh ja. Er is een man doodgegaan. Nu ben ik een man geworden. Jezus. Geef me Jezus, man. Nummer 3 is... Oké, ik knip even eruit. Ja. Het vlees van een menshaai of een witte haai wat veel kwik. Wat zou kwik en kwak. Wat heel veel kwik en is daarom niet geschikt voor consumptie. Desondanks. I don't know. Desondanks. Oh. Zijn de vinnen in sommige landen veel delicatessen. Okay. In sommige landen delicatessen. Niet veel, maar... Wat betekent dat? Delicatessen, dat zijn, even kijken, dat zijn, als je in een restaurant komt, ja, dan heb je een heerlijke delicatessen voor je. Een heerlijke maaltijd. Gerecht, ja. Dat doen ze dan gewoon met haaien vinden. Ja, haaien vinden soep. Lijkt me echt best wel lekker, man. Zo, ik weet niet, man. Nog nooit gegeten. Nummer 4. Nee, eigenlijk dat gewoon tegelijk doen. Oké. Okay. Nummer 4. Dat lijkt wel geniaal. Oké. Okay. Oh ja, hey, deze is heel leuk. Kruk. Deze wist ik niet. Nee. Okay. Dit vind ik echt leuk. Dit gaat over Alice in Wonderland. En ik hou van Alice. Hoe de fuck is Alice? Ah. De eerste hoedemaker bewerkte stoffen met kwiknitraat. Oké, kwiknitraat. Tot bleek dat men door het inademen van de kwikdampen de gekke hoedemaker ziekte kreeg. Dus eigenlijk gewoon, is hij gewoon... Dus door die... Vergiftigd door die lucht. Ja, dus... En daarom is hij ook zo van... En ook fucking wit. Hij is kapot wit. Ja. Ik hou van Johnny Depp. Nee. Numero... 5. Oké. Ik is het even opnieuw. Oké. Numero... 5. Ja. Allee. De Nederlander eet minimaal 522 dieren gedurende hun leven, waardoor 490 kippen, 27 varkens, 3 runnen en 2,5 lammetjes. Ik denk dat dat
Is dat waar? Ja, ik denk het. Ja, okay. Eet jij veel vlees? Ja. Eten jullie daar heel veel vlees? Ik eet heel vlees. Ik eet in ieder geval heel veel vlees. Ieder geval, jongens, als jullie veel vlees eten, zet dan even hieronder in de reacties. En als jullie toch aan het reageren zijn, doe dan sowieso even op het... Wat doe ik? Ik wil abonneer klikken. Abonneer klikken, zeg maar. In ieder geval... Als het nu is, steen, papier, schaar, steen, papier, duim! Steen, papier, duim! Nou, in ieder geval, doe dan zo even een blauw duimpje omlaag en... Omlaag! Omhoog! Nou, oké, mag. Dat was sowieso een... Abonneren op het abonneerknopje. En ja, gaan we verder. Naar nummer 6. Als jij de 5 is, dan doe ik de 6. Nummer 6. Oh, ja. Zo, hallo. Ah, je kan niet slikken zonder je... Wacht even. Moet ik even zeggen. Je kan niet slikken zonder je tong tegen het gehemelte te houden. Dat is waar. Echt waar? Probeer eens. Nee, want dan bijt op je fucking tong, lul. Ik wacht, nou weet je wat, deze knuffel even uit. Die. Nee, daar zijn we weer. Maar denk ik dat wel weer de hand is. Ja. Ik heb net geprobeerd met de kassis. We hadden nu eigenlijk gewoon als steuntje houden. Dat is echt downie, man. Ja. We moeten echt nieuwe spullen hebben, man. Ja, daarvoor moeten we eerst werken. Ja, nou oh ja, maar dit wil ik ook heel graag als werk. Mm-hmm. Maar oké, doe het. Nou, in ieder geval, het werkte bij mij dus niet. Ik stik daar als grafmoord. Het Engelse woord voor FOI tips staat voor de Intune Prompt Service. Is dat waar? Ik weet niet wat de Prompt Service is. Ja, weet ik niet. Weet wat als jullie het weten, zet die onder. Ja, en gebruik niet Google Stiekem. Oh nee. Die is leuk. Oh, deze, de Pepsi. Pepsi verandert de kleuren in hun logo naar wit, rood en blauw. Om Amerika buiten te staan tijdens de Tweede Wereldoorlog, sindsdien zijn de kleuren niet meer veranderd. Dat heb ik opgezocht. Dat is nog waar ook. Maar waarom? Ja. Ik vind het ook best wel mooi. Ja, dit? Ja. Dat vind ik goed doen. Oh, nee. Dan de volgende. Het leukste gedeelte. Mag ik doen? Wie is dat? Ja, deze. Schrijver Brett Easton. Alice probeerde coke te bestellen bij zijn dealer. Maar in plaats van sms'en, zet hij het bericht op Twitter. Ja, hoe dom kan je zijn? Dan ben je echt een mogol. Ja. Ja, onze mening is echt waarom? Ja. Ja, maar... Ja. Ja. Langer. Ik zeg er niks over. Ja. Op naar de volgende, en dat gaat over dolfijn. Oh, ja. Dus dat je moet dan gewoon doen, als ik dan zo gewoon zo zit te kijken, weet je wel, en dan gaan we ineens lachen. In de jaren 60 gaf neurowetenschapper John Lilly LSD aan dolfijnen om een... MSD? LSD. Oh, LSD. Als drugs. Om dolfijnen met een doel om ze onder invloed Engels te leren. Wat? Ja, maar dolfijnen kunnen toch alleen maar... Ja, maar papegaai kan ook praten, dus dat zou eigenlijk... Ja, maar dan zou eigenlijk, denk ik dan, alle... Ik zie er voor me, komt een dolfijn naar boven gezwommen. Hallo, motherfucker. Of komt gewoon zo'n hond, hè. Hi. Hi. Dit is een kat, ik ga... I'm a hot dog. Ik ga op eten. Ik ga lekker op eten. Nou... Het nijlpaard, wist je dat? Het nijlpaard kan zijn bek zo wijd open doen dat er een kind van 1,22 meter in past. Dat past gewoon mijn nichtje erin. Hè? Nou, Dunk, ga jij eens even erin liggen? Ja, ik ben wel klein, maar ik ben echt wel groter dan 1,22 meter. Ja. Dat weet ik niet. Maar, de koningscobra is het enige slangsoort die een nest maakt voor zijn eieren. Oh, cool. Het enige slangensoort, ja. Ja, oké. Okay. Heb ik ooit wel eens gehoord op school. Ooit. Echt waar? Oh, okay. Dat is leuk. In 2013 kocht een man het huis naast dat van zijn ex-vriendin. Hé, jongens, zet hem even op pauze en denk even na van... Waarom zou je een huis nemen naast je ex-vriendin?
Dan gaan we verder. Op het balkon zette hij een gigantische middelvinger. Waar zijn ex iedere keer tegenaan keek. Okay. Ja, maar dat is wat duidelijk, ja, man. Dat zou ik dan ook doen. Dat, ja, als ik echt zo'n beeld kon kopen, zou ik echt gewoon precies voor de voordeur van mijn ex de middelvinger opsteken. Ja. En al zit je naast je vriendin en ze kijkt mee, dan moet je gewoon zeggen van, ja, hoi, als jij mijn ex wordt, dat gaat sowieso gebeuren. Ja, mijn oordeel. Oh, dat wordt pijnlijk. Volgende. Een lichtstraal van... 100.000? 100.000 jaar... Oh nee, een lichtstraal heeft 100.000 jaar nodig om van de ene kant van de... Van nou, ons melkwegstelsel naar de andere kant te komen. Maar melkwegstelsel, dat is toch helemaal boven? Even kijken, wij zijn maar zo'n klein bolletje in ons melkweg. Ja. En in alle melkwegen heb je eigenlijk gewoon planeten en de zon. Oké. Okay. Ja. What the fuck? En als je nog verder uitzoomt dan, ja... Dat gaan jullie nog wel weten in een film. Dat noem je de multiversum. Nou, jongens, dit is een hele leuk feitje. Er zijn 1 miljoen vrouwtjesmuggen nodig om 5 liter bloed op te zuigen. Zo. Ja, ja. 5 miljoen of 5 liter. 5 liter is? Ja, wat is 5 liter? Zo denk ik. En dan 1 miljoen en eens. Ja. Ah. Nou, de laatste feit voor vandaag. Deze bloem, die zetten we nu in beeld. Ja, dat kunnen we erin zetten. Ja. Wordt ook wel de Hooker Lips genoemd. Nou, is het dit waarom... De Hooker Lips. Het lijkt echt op lippen, man. Oh nee, Hooker's Lips. Hoekers. Dat lijkt echt... Ja, zo. Nou, hey. Oké. Als je het eigenlijk gewoon zo bekijkt. Dus de video staat nu zo. Nou, de afbeelding staat nu zo. Van die lippie. Als je het zo bekijkt, lijkt het op een vagina. Dat zet je erin. Dat zet ik er gewoon in. Oké. Hey. Dat was het. Ja, dat was het. Jongens. Nee, wat? Welke vond jij nou het leukst? Welke het leukst vond? Dat zoek ik even op. Dat zoek ik even naar boven. Ik vond eigenlijk... Nou, ik ben meer van de melkweg en de multiversums. Ik vond die van de lichtstraal toch wel interessant en leuk. Ja. Ik ja. Vind van die ex, man, te vrienden. Ja. Oh, ik zie het al voor me, man. Ik zie het echt al voor me. Ja, man. Maar jongens, dat was het. Dan checken wij jullie later weer terug bij een nieuwe video. En jongens... Abonneer. Dan checken wij jullie... Een duimpje omhoog. Zet een reactie hier beneden. En dan zien jullie dan volgende keer terug naar een gloednieuwe video of een vlog. En dan komt er nu de eindoutro. Hoor mij dan, de eindoutro. Hey jongens, vonden jullie deze video leuk? Dan sowieso een blauw duimpje omhoog. En dan zien we jullie later terug. Vergeet ze even niet te abonneren voor meer.